Goedenavond, welkom op de persconferentie na de wedstrijd Gent-Anderlecht. Eindstand 1-1. Zoals gewoonlijk praten we even na met de beide trainers. Nadien is er nog mogelijkheid tot extra vragen. Bonsoir, bienvenue à cette conférence de presse après le match entre la Gantoise et Anderlecht. Nous allons d'abord écouter l'analyse des deux entraîneurs et après il y a encore la possibilité pour poser des questions supplémentaires. We luisteren eerst naar de analyse van de bezoekende coach Frank Verkouteren. Graag jouw analyse. Ik kan alleen maar ontgoocheld zijn over het resultaat natuurlijk, want je hoopt altijd, en we hebben ook die punten nodig, met die drie punten naar huis te gaan. Maar voor de rest moet ik heel fier zijn op de prestatie van de ploeg. Op alle vlakken, misschien een klein diepje na de 1-1, maar de match aangevat hoe het moest, met intensiteit, met kwaliteit, ons heel goed ervat in de tweede helft. Misschien hebben zij de grootste kans gehad, maar ik denk dat wij er ook een aantal hebben gehad om het verschil te maken. Dus ik kan de jongens alleen maar feliciteren. Als je ziet hoeveel afwezigen, als je ziet je hebt toch gebrek aan leiderschap. Gebrek niet, het missen van leiderschap, want er was eigenlijk leiderschap vandaag. Als je ziet naar de leeftijd, kijk maar eens naar de geboortedata van één ploeg en die van de ander, dan kan ik de jongens alleen maar feliciteren voor hun teamwork. Ik denk dat we vandaag als ploeg heel sterk hebben gepresteerd. En getoond hebben dat we progressie maken en dat tegen het beste team van België op dit ogenblik. Zoals iedereen zegt, dan denk ik dat wij niet zo slecht bezig zijn. En dat we stilletjes aan op de weg zijn waar we moeten zijn. Alleen blijft je met die punten zitten, dat is natuurlijk het feit. Dankjewel. Dan luisteren we ook naar de analyse van de coach van AA Gent. Yes, Torp, your analysis please. Thank you. It's obviously when you're coming into a home game with winning 32 out of 36 points, you hope, you have a good belief that you can continue on the same road, even coming with four wins in a row. But big credit to the opponent. I think they played a good game. We saw today whenever they have the space, they can play football. They even have young guys who can challenge, I think, all teams in Belgium. So big credit at the end. I think even they have chances to take all 3 points. So sometimes you have to accept that this was definitely not our best game. We didn't reach the level which we normally do. That means we normally put more the opponent under pressure. We more have the ball in longer periods. That we didn't saw today. We missed a little bit the quality in the final pass, in the decision on the ball, even in some of the duel. I missed a little bit power. Okay, I changed some players and some of them played for the first time, and this you probably also could see both in the relation but also in the fitness. And but like I said before the game, this was also a little bit investment in the future, because we're going to need players also in this period where we start to play also in Europe. So I said to the boys in the dressing room after the game, okay, it was not our best game, but sometimes we have to accept that we need to take this 1 point. But of course, I was not satisfied with only 1 point.